Kijk, ik moet even mijn camera opnieuw instellen, want ik weet niet wat er aan de hand is, maar het beeld is echt heel slecht. En ik heb daar nu geen tijd voor. Muffin! Dus film ik op mijn gsm. Het is twee dagen nadat we terug zijn gekomen van Ibiza. En ik ging vandaag uitslapen tot 10 uur, maar ik was wakker om 8 uur. Dat is zo typisch. En ik ga als eerste vertrekken naar de winkel, want er is niks in huis. Gisteren hebben we frietjes gegeten. Ik heb een heel lijstje en twee rijstkoeken en een hele fles water. Want ik wil terug echt heel gezond worden. Terug back on track geraken. En healthy worden. Dus daar gaan we voor, hè. Ik ga jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht, zelfs. Om terug gezond. Mij terug een beetje fit te voelen. Het is niet dat we heel ongezond hebben gedaan. Maar ja, ik heb natuurlijk wel wat meer alcohol gedronken. Als anders. En iets vettiger gegeten als anders. De laatste week van Ibiza hebben we niet gesport. Allee, Celine en ik toch niet. Dus Getting Back on Track project gaat nu van start. Jullie mogen hier toch niet zijn, hè? Hallo. Hier mogen jullie niet komen. Dat weten jullie toch? Kom. Allee. Oh. Kom aan. Mooi terug. Allee, muf. Ik heb geen handen bij je. Oké. Nee, nee, nee. Dat is alleen. Deur gaan we even doen. Milky nog. Milky. Ah, is Milky al terug. Milky. Kom. Ja. Ik ga de deur open doen, hè. Oh. Skantje. Ja, ga maar. Goed zo. Tot zelfs, schattenbollen. Oh. Oh. Ik ben thuis. Het is ondertussen 11:15. Ik ben om 9 uur vertrokken. En de reden was dat mijn kaarten niet werkten. Oh. Dus moest ik nog de kaart van Geert gaan halen. Allee, van onze gezamenlijke, maar mijne waren geblokkeerd. Omdat ze dachten dat iemand in Ibiza die aan het gebruiken was. En dat was ik zelf, hè. Maar ja, oké. Hier zijn 3 pakketjes. Nog een pakketje. Geen idee wat erin zit. Dat is van de winkel. Dat is van de winkel. Dat is van de winkel. Ik ga het uitpakken en dan ga ik laten zien wat ik van de winkel heb meegebracht eerst. Terwijl dat ik aan het uitpakken ben, zijn trouwens deze aangekomen. 2 pokeballs. Zalm, tonijn en zalm, denk ik. Die zijn van Daily Sushi. Dus daar zit sushi rijst onder eigenlijk, nog een komkommer, radijsjes, wortel, avocado, hoe noem die zaadjes, sesamzaadjes. En hier heb je dan tonijn en zalm. En hier alleen zalm. Deze is een beetje aangewassen. Dus daar zijn ze net komen leveren. Oké, ik zal laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Mini komkommers, linzenpasta, glutenvrij. Eigenlijk voor kindjes. Hele gezonde pasta. Maar ik eet die ook graag. Dan heb ik 1, 2, 3. En er moet nog ergens een zijn. Hier breng ik 4 pakken citroenen. En je zult u afvragen, zoveel citroenen? Maar ik drink 's ochtends water met citroen. Voor mijn metabolisme sneller te laten werken. En Geert gaat een soort detoxkuur doen. Waarvoor dat hij heel veel citroenen nodig heeft. Dus die ga ik al hier in leggen. Die kan ik nog uit de verpakking halen. Dat doe ik zelfs. Dan heb ik een maaltijdsalade sushi rivierkreeftjes. Dus als kreeftjes. Hoe noemt het weer al? Zeewier. En rijst, komkommer. En hier is het salade. Ook super lekker. Die zal dan wel voor morgen zijn. Dan heb ik kikkerkarten, gember,
Eerst ga ik een mango. Hier nog een mango. En hier nog een mango. Dus dat zijn 6 mango's. Dan heb ik vuilzakken. Niet interessant. Dan heb ik mini avocado's. Want soms, als ik voor een receptje maar een beetje avocado nodig heb, is dat gemakkelijker dan zo'n grote avocado. Dan heb ik muffin. Muffin is aan het janken. Muffin! Dan heb ik gewone avocado's, 2 pakken. En dan heb ik voor straks te maken, heb ik Aziatische wokgroenten, peulen, tatsoi, gele wortel en groene paprika. Dat ziet er kei lekker uit. Dus zo heb ik 2 pakken, dat we zeker genoeg groentjes hebben. Dan ook voor straks ga ik rijstnoedels maken van zilvervliesrijst. Dus dat is gezonder. Dan heb ik een hele pot kersttomaatjes. Heb ik een potje kleine paprikatjes. Dan heb ik, dat is de eerste keer dat ik deze heb genomen, Eat Natural Bars. Met maple syrup, pecans en peanuts. En deze zijn met extra proteïne. Dus dat is goed nadat ik heb geworkout. En die zijn glutenvrij. Dan heb ik hummus. Dan heb ik worteltortillas. Of tortilla, hoe noemt dat hier? Dus dat is met groentjes en vezels. Dus dat is veel gezonder als zo witte bloemtortillas. Dan heb ik groene thee met munt. Een klein potje blauwe besjes. Hey! Dan heb ik kruiden, biologisch paprikapoeder en gemberpoeder. Dan heb ik rijstmelk, kokosnootmelk, want ik wil chia-pudding maken. Dan heb ik broccoli-rijst. Dat is super lekker ook. Dan heb ik 2 pakjes met gesneden kastanje-champignons. Dan heb ik nog courgette spaghetti, ook super lekker. En dat is, ja, zoals het hier al zegt, een goed alternatief van spaghetti, veel gezonder. Dan heb ik spinazie, bananen, een heel trots. Die zijn nog heel groen, dus die moeten nog goed geel worden. Ik eet die ook enkel alleen maar als die bruine stipjes hebben, want dat betekent dat ze echt rijp zijn. Anders verstoppen die je darmen. Dan heb ik nog gember, citroen, melisse, water. Dat is wel lekker, daar ben ik al van aan het drinken, omdat ik dorst had in de winkel. Dan heb ik 3 paprika's, ronde courgette, lange courgette, zijn er bijna, kokosnoot, melk voor curry of zo te maken en 2 pakjes kipfilet. En dan staat er nog een fles wijn, maar die is al open, die had ik niet mee. Dus dit is alles wat ik mee had van de winkel. Ah, dan heb ik ook nog watjes en papieren zakdoekjes. Oké, dan ga ik nu de pakketjes openmaken. Schaar. Een pakketje van Atelier Rebul. Dat is de uitnodiging voor de opening. Kijk toch. En een heel lief kaartje. Dankjewel Donna en Olja. En oh, dat is het parfum zelfs. Oeh, kijk hoe leuk. Thalisa's Fragrance Choice. Oh. En deze zegt Fragrance for my special friend. Oh, dat is kei cute. Oh. Oh, ik ben heel benieuwd, hè. Oh, dat is kei mooi. Oeh, maar hier zit toch niks in? Wat denk ik nou? Oké, ik snap het. Dus deze lege fles ga ik zelf vullen op de opening. Op naar pakket nummer 2. En dat is van Fitti.
Ik weet niet wat dat ze hebben gestuurd, maar ik ga kijken. Oh, kijk tof. Oh, die had ik nog niet. Een iced mug. Super leuk. Dan de fruit infuser. Zo heb ik er eentje, maar twee is altijd handiger als Geert ook wil drinken of zo. Dan de Fit Berry Detox. En dit is echt mijn favoriet momenteel. De Fitty Body Detox in Tropical. Oh, hoe schattig is deze. Dat is om kruiden in te doen. Oh, dat is kei cute. En een rietje voor de mug. En een, ah, dat is een nieuwe sporttas. Oh, kei tof. Kei handig om te gaan sporten. Zalig. Oh, en de G van Geert. Dat is kei mooi. Dan de laatste doos. Die super groot is. Ah, ik denk dat ik weet wat het is. Oh. Ja, ik zie het al. Het is van Kenneth Cole. Wat is het? Oké, eerste vraag. Oh, ik ben hier zoveel rommel aan het maken. Oh god, die zien, oh, oh, oh. Die zien er zo kei mooi uit. Oh my. Oh, oh. Zalig, hoe mooi zijn die. Oh. This makes my day, ja. Dan. Oei, wacht hè. Dat zijn dezelfde, dus ik weet nu niet als die voor Céline zijn of niet. Moet ik eens navragen. Dan. Oh ja, deze. Oh god, hoe mooi. Het zijn sandaaltjes, zo, en dit moet je rond je been binden. Ja, daar hangt nog papier aan. Maar je gaat het sowieso zien op mijn Instagram, @alisalo. Oh, die zijn mooi. Wauw. Oké, next. Oh. Ah, dat is een lege doos. Oké. Maar dan heb ik twee keren dezelfde, denk ik. Of is dit een andere kleur? Ja, ik denk het niet. Oké, moet ik even nadragen. Maar ze zijn in ieder geval echt super mooi. Oké, en dan was het. Dat waren alle pakjes. Ik ga nu mijn pokeball eten. En om 14:00 heb ik afgesproken met Freya om te gaan fitnessen. Dus dat staat nog op het programma. Ik moet nog 4 video's monteren. Dus dat ga ik nu ook even doen en mails doen met Céline. Dus dat ga ik ook doen. Oké, okay. See you later, ze. Yeah, hoe goed ziet dat eruit? Oh, er is ook een sausje bij. En ondertussen ga ik wat werken op de laptop.